Wat ga ik dan nu? Van nu, alstublieft, de 7e badge. En dan hoeven we er nog maar 1. Alleen de badge van Rayo moeten we nog zien te pakken, jongens. Yo, Nintendo fans. In de vorige aflevering liet ik me echt verrassen. Dat gaat nu niet gebeuren. Diggersby, jij mag deze eerste battle gaan doen. We zijn bezig om de badge van Ryan te gaan pakken. De laatste badge, jongens. De laatste badge. En hier, oh, Ninetales en Turtonator. Oké. Diggersby en Grimmsnarl. Het is een duo battle. Ben ik toch niet zo heel goed voorbereid. Nou ja, in ieder geval goed dat ik niet die Perrserker heb gekozen. Ik kan alleen geen Earthquake doen nu, want dan raak ik dus Grimmsnarl ook. Oh, met Bulldoze ook? Fairy is not very effective tegen vuur. Oké. Dan ga ik met Dark Pulse proberen om Ninetales ook te klappen. Kijk, Turtonator die gaat zich beschermen. Ik wist het al. Ik wist dat hij dat vaak doet. Ik heb mijn Grimmsnarl dus nu gedamaged. Ninetales ook en Turtonator ook. En volgens mij krijgt mijn... Ja, met Shelltrap krijg ik nu ook damage. Oh, ze krijgen allebei damage. Oh my gosh, ze maken me helemaal kapot, joh. Ze maken me helemaal kapot, deze twee. Oh nee! Oké, dit wordt Hyper Potions gebruiken, jongens. En ik moet gewoon geen Bulldoze meer gebruiken. Als ik Bulldoze gebruik, dan gaat dat helemaal fout. Want ik heb mezelf ook gewoon bijna gesloopt, deze beurt, joh. My gosh. Oké, hoe gaan we dit oplossen? Kijk, hij gaat weer voor die trap. Die Shelltrap. Ninetales gaat voor Flamethrower. Op Diggersby, dat is prima. Dat doet niet zo heel veel damage. De Shell Trap is niet gelukt. Oké, ik ga met een Quick Attack Ninetales in ieder geval kapot maken. En ik ga Dark Pulse doen op Turtonator. Dat is een Special Attack. Nou ben ik benieuwd of de Shell Trap ook werkt op een Special Attack. Ik denk het wel eigenlijk. Quick Attack, Ninetales. Ja, Ninetales is weg. Dat is 1. Woe, dan ging het toch weer bijna fout, jongens. Man, dit is toch wel spannend, hè, die Nuzlocke challenges. Doe even een blauw duimpje omhoog als je deze challenges ook vet en spannend vindt. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En inderdaad, de Shell Trap die werkt niet op special attacks. Nice. Nou, dan ga ik denk ik Diggersby maar gewoon even healen. En dan laat ik Grimmsnarl weer diezelfde aanval doen. Want ik heb het idee dat deze toch alleen maar Shell Trap gaat doen, deze Turtonator. Ja, kijk, daar gaat hij weer. Ja hoor. Ah, jij maakt mij niet zomaar kapot, jongen. Jee, nee, ik ben een ervaren Pokémon trainer. Bye bye, Turtonator. Het is gelukt. Terwijl we op een gegeven moment allebei low HP waren. Slowpoke gaat naar level 48 nu. Die is nog steeds erg langzaam. En Camilla is down. Nou, de laatste dan. De laatste duo battle. En voor die laatste duo battle ga ik Perrserker en Grimmsnarl gebruiken. Want wij moeten tegen Abomasnow en Hakama-O, jongens. Nou ga ik denk ik eerst voor die Dragon Pokémon. Oh, wacht. Het gaat ook nog sneeuwen. Nee, nee. Hagelen zelfs natuurlijk. Ah, Oké, let's do this. Ik begin met Draining Kiss op Hakama-O. Die is super effective. Oh, oké, die is zelfs zo super effectief dat we hem gewoon in één keer kapot maken. Dat is heerlijk. Heliolisk en Diggersby gaan een level omhoog. Alle Pokémon die we niet gebruiken gaan een level omhoog. Dan, Iron Head op Abomasnow. Oh my gosh. Juist. Dus als je je wel goed voorbereidt, jongens, dan kan het ook zo gaan. In plaats van die eerste battle in de vorige aflevering. Holy moly. Nou, dat was het dan. Dan kunnen we nu door naar Ryan en... Oh, Ryan, jongens. Dit hebben we overleefd. Ik vind het best wel knap dat we deze duo battles allemaal hebben overleefd. Ik had het niet verwacht. Ik had verwacht dat hier in deze duo battles wel minimaal 1 Pokémon kapot zou gaan. En nou start Ryan volgens mij met Gigalith. Een Rock-type Pokémon. Want ik weet nog wel dat hij volgens mij ook veel Rock-type Pokémon had. Hij heeft sowieso Duraludon. Die gebruikt hij altijd als laatste. Hij heeft een Flygon. Hij heeft dan inderdaad die Gigalith volgens mij als eerst. En hij heeft er dan nog een. Hij heeft nog een derde Pokémon. Ryan, de grote rivaal van Leon, zegt als je mij kan verslaan. Hé, dan maak je misschien ook een kansje tegen Leon. Spannend, jongens. De 8e badge. Holy moly. Daar gaan we. Oh, dit is toch ook weer een duo battle. Gigalith en Flygon. Staat Grimmsnarl nog op 2? Gelukkig, Grimmsnarl staat nog op 2. Want Flygon is natuurlijk die Dragon-type Pokémon. Ja, en die Sandstorm is wel naar, hoor, jongens. Ik heb een beetje het vermoeden dat ik Gigalith met 1 klap ga slopen. En daarom richt ik me op allebei de enemies. Let's go, let's go. Gigalith, ga je in één keer down? Ja, Gigalith gaat in één keer down. Lekker, man. Oh, Rillaboom is toch ook wel weer lekker bezig, hoor, jongens. Heerlijk. Dat is Pokémon nummer 1. Grimmsnarl gaat naar 49. Zijn special defense gaat nu naar 100. Flygon doet een break-in swipe, maar die mist hij. Tenminste, die mist hij op Grimmsnarl. Hij raakt wel Rillaboom, maar dat doet mij ook niet zo heel veel. Dan doe ik een Draining Kissie op Flygon. En oké, dat doet redelijk damage. We hebben wel last van de sandstorm natuurlijk. Nu komt daar een Sandaconda bij, jongens. Die Sandaconda, die kan die ook in één keer kapot maken, sowieso. En dan doen we Spirit Break op Flygon. En dan is Flygon ook down. Ah ja, en dan heeft hij nog maar 1 Pokémon over, jongens. Let's do this, let's do this. Oh, Sandaconda gaat niet in één keer down. Oh, ik had wel verwacht dat Sandaconda in één keer down zou gaan, jongens. Oké. Hij doet weer een breaking swipe. Ik vind het onwijs spannend. Ik hou niet van duo battles. En helemaal al niet tegen Ryan, jongens. Spirit Break. Ja, oké. Flygon is in ieder geval nu ook weg. Dat is chill. Dat is Pokémon nummer 2 die weg is. Sandaconda doet Glare. Dat is een probleem. Nu is Rillaboom paralyzed. Oh, dit is zo spannend. Nu dan. Duraludon. Ja, Rillaboom is paralyzed. Daar heb ik nu niks meer aan. Ik ga Diggersby eruit sturen. Want Diggersby heeft super effective moves tegen Duraludon. En dan doe ik een Draining Kiss op Sandaconda om hopelijk Sandaconda uit te schakelen. Oh, jongens. Dit is zo onwijs spannend. Dit is zo onwijs spannend. Oh, hij gaat natuurlijk Gigantamax. Oh nee, hij is me nu een beurt voor. Oh, wacht. Oh, jawel. Ik dacht even dat hij dat niet ging doen, maar hij gaat het wel doen. Ah. Ik ben echt bang. Ik ben serieus bang. Ik ben echt bang voor deze Duraludon. Hij gaat Max Steel Spike doen. Op Grimmsnarl. Oh my god, en Grimmsnarl is kapot. Grimmsnarl is kapot. Heel mijn plannetje gaat nu weg. Oh nee, nee, we hebben er 1 verloren. Grimmsnarl, jongen, nee! Nee! En Diggersby is ook geparalyzed. Oh, dit is zo naar. Ik denk dat ik Perrserker eruit moet gaan gooien, jongens. Oh, nee. Ik had Grimmsnarl gewoon moeten wisselen. Wat stom. Oké, ik ga in ieder geval Max Quake doen op Duraludon. En ik ga die paralyzes weghalen bij Diggersby. Want ik wil sowieso wel dat hij hem gaat raken. Anders gaat dit echt helemaal fout. Nee. Nee. Duraludon is echt een apie. Hij maakt ons helemaal kapot. Ik ben echt bang. Gewoon. Let's go, Diggersby. Jij moet dit fixen. Volgens mij ben je ook best wel snel, toch, Diggersby? Hij is gewoon sneller en hij kan Max Knuckle. No way! Oké, Perrserker overleeft het gelukkig wel. Hun attack is allemaal omhoog nu. Let's go, Max Quake, jongen. Maak hem alsjeblieft helemaal kapot. Maak hem helemaal... Oh, dit doet zo weinig damage. Dit doet veel te weinig. Mijn special defense is wel omhoog. En die van Perrserker ook. Ga je nou weer Glare doen? Oké, nu op Perrserker. Dat is goed, want ik ga Perrserker alleen maar healen. Zal ik anders eerst die Sandaconda even proberen uit te schakelen? Misschien is dat nog handiger. Eerst die Sandaconda even pakken. Ik doe een Hyper Potion op Perrserker. Zodat hij in ieder geval niet doodgaat. Hopelijk deze beurt. Duraludon doet Max Knuckle. Oh, Diggersby. Ja, dat doet ook heel erg veel pijn. Oh, hij boost zichzelf zo erg de hele tijd, hè. Oké, nu Max Knuckle. Hopelijk is Sandaconda nu weg. Oh nee. Oh, wat doe ik nou? Hij is nog niet kapot. Dit is echt te irritant. Oké, Duraludon is in ieder geval nu weer normaal. Nu een Max Quake op Duraludon, denk ik. En hopen dat ik Sandaconda kan verslaan. Oh nee, Sandaconda doet Protect. Duraludon doet Body Press. Oh, Diggersby is bijna kapot. Max Quake nu. Oh, Diggersby overleeft het echt net, jongens. Echt net. Duraludon gaat down. Ja! Oké, Duraludon is weg. Oh, lekker dit. Lekker dit. Heerlijk. Woe, bijna een tweede Pokémon kwijt. Ryan, jongen. Ryan. Wat ben je aan het doen? Rillaboom gaat een level omhoog. En Perrserker kan hem niet raken. Nee. Perrserker kan die... Nee, Perrserker kan hem niet raken. Die Sandaconda. Het is tijd voor een Hyper Potion voor Diggersby sowieso. Die Sandaconda, jongen. Die is ook vervelend. Dat is echt een irritante support Pokémon, jongen. Holy crap. Sandaconda doet Firefang. Hij doet gelukkig Firefang op Diggersby. Oh, daar mag ik ook van geluk spreken. Sandaconda is down. Sandaconda doet nog Sandspit, maar dat maakt niet meer uit. Oh, we zijn 1 Pokémon verloren, jongens. Grimmsnarl is weg. Dankzij Ryan. En dat is heel jammer, want nu hebben wij echt moeite met Dragon-type Pokémon. De Nuzlocke Challenge wordt iets moeilijker, jongens. We hadden echt een perfect in balans teampie, maar 1 foutje. Ik was heel even vergeten dat Steel het zo goed deed tegen Fairy. Ja, en toen was Grimmsnarl weg. Ah, maar jongens, het maakt deze challenge wel weer wat uitdagender. We hebben in ieder geval de 8e badge. Maar ik baal wel een klein beetje. Ik ben er wel een klein beetje zuur van eigenlijk. Want Grimmsnarl was zo'n lekkere Pokémon voor ons team. Dat was echt nog net de missing link die we nodig hadden. Nou, Ryan komt nog even een TM'tje brengen. Breaking Swipe en een drakenuniform. Oh, Hoppy. Hoppy, we zijn een Pokémon kwijt. Succes tegen Ryan, jongen. En dat betekent dat wij Grimmsnarl moeten releasen. Nee, daar gaat hij. Hij is echt kapot. Hij mag niet meer meedoen. Oh nee. En voor nu gaat Gastrodon zijn plek innemen. Want die is level 43. Die komt er nog een klein beetje bij dit team. Oh nee. Oh jongens, even een duimpje omhoog voor Grimmsnarl. En zet even een F in de comments. No! Ondertussen wordt Sonja de nieuwe professor. Ah, dat staat er wel goed. En dan gaan we naar het treinstation. Let's go. En natuurlijk gaat Hoppy met ons ook mee. Die net ook de badge heeft gewonnen van Ryan. Ben je ook een Pokémon kwijtgeraakt, Hoppy? Of doe je niet mee aan deze Nuzlocke Challenge? Sowieso zou jij ook Pokémon verliezen. Anyway, we gaan richting het stadion waar het allemaal moet gaan gebeuren. Anyways, we zijn weer op een nieuwe route. Route 10. En hier mogen we dus een nieuwe Pokémon gaan vangen. En wie zou dat gaan zijn? Dat zien we in de volgende aflevering. Doe een duimpje omhoog. Dan kan ik het verlies van Grimmsnarl even gaan verwerken. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/rickatune. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!